Tijdens 400 jaar geleden had profeet Mohammed vrede zal met hem bekendgemaakt dat er op de Kaaba een bloedbad zou plaatsvinden wat met al zijn details is uitgekomen. En toch vinden we deze wonderen nergens terug. Het wordt zelfs door sommigen zorgvuldig verborgen, terwijl dit ons de gelegenheid geeft om dieper te verbinden in het geloof en getrouwer te verbinden aan de boodschapper van onze Heer. De hadith is als volgt. Mensen zullen op bedevaart gaan zonder een leider boven zich te hebben in het jaar dat Hazrat Mahdi zal komen. Samen zullen ze de rondgang doen op de Beit-i Sharif. En wanneer ze naar de Mina zullen afdwalen, zullen ze elkaar, net als honden, aanvallen. Pelgrims zullen verhoogd worden en bloed zal vloeien op de Jemrem Akaba. Er wordt in de hadith vermeld dat tijdens de bedevaart een bloedbad zal plaatsvinden in het jaar dat Hazrat Mahdi zal komen. In het jaar 1979 heeft er tijdens de bedevaart net zo'n bloedbad plaatsgevonden. Het is heel interessant dat deze bloedige aanval op de Kaaba in een periode samen met de andere tekenen in de eerste dagen van Hijr 1400, de eerste Muharram van 1400, dus 21 november 1979, heeft plaatsgevonden. En er wordt verder in de hadith vermeld dat er mensen gedood zullen worden.